Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga jullie vandaag wat meer vertellen en laten zien over de Nunademi Grow. Dit is een nieuwe Riverted collectie. Die komt ook in alles weer terug en ik heb een Nunademi Grow variant. Dit is echt een wagen waar ze echt op gelet hebben, op de detail, op de afwerking. Zo werken ze met echt mooie koperen details en een glimmend zwart frame en donkerbruine handgrepen. Nunademi Grow, eigenlijk zoals alles wel met Nuna, is overal rekening mee gehouden. Deze wagen is ook echt zo ontwikkeld dat je hem kan gebruiken voor eventueel een tweede kindje of zelfs voor een tweeling. Dus dat is super fijn dat je met één wagen gelijk van alles kan doen. Verder hebben ze er ook rekening mee gehouden met de ouders die vaak een boodschap willen doen met de kleine. Dat je ook echt heel veel opbergruimte hebt. Waaronder de grote boodschappenmand onderop het frame. Maar ook in de reiswieg zelf zit een heel klein opbergmandje waar je net eventjes een paar kleine dingetjes in kan doen, zodat je het ook echt nooit vergeet. Verder hebben ze ook rekening mee gehouden met alle seizoenen. Dat jouw kindje eigenlijk tegen weer en wind gewoon goed beschermd is en in de perfecte omstandigheden naar buiten kan gaan. Zo hebben ze in de wagen niet alleen in de zonnekap, maar ook in de reiswieg ventilatie toegebracht. En in de zonnekap zelf hebben ze een droomdekentje. Nou, zoals het droomdekentje eigenlijk al zegt, is die ook ontwikkeld om eventueel echt voor het kindje af te schermen, dat hij lekker kan slapen. Zo, door middel van magneetjes heel makkelijk te bevestigen. Maar is ook echt bedoeld om de zon eruit te halen. Er zit ook hier weer ventilatie aan de zijkant, dus het kan nooit te warm worden in de wieg zelf. En je hebt hem altijd bij je, dat is ook fijn natuurlijk. Nou, in de wieg hebben ze natuurlijk ook met alles rekening gehouden. Zo hebben ze ook echt een luchtventilerend matrasje erin zitten. Maar ook aan de zijkant van de bekleding van de wieg hebben ze daar ook aandacht aan besteed. Dat hoe het kindje ook gaat liggen en gaat draaien, dat het altijd luchtventilerend blijft. Verder hebben ze in de bodem van de reiswieg, wat best uniek is, hebben ze gaten gemaakt. En dat hebben ze speciaal gedaan voor mocht de temperatuur toch te hoog oplopen in de reiswieg, dat de overtollige warmte er altijd uit kan. Dat je geen broeieffect krijgt in de reiswieg, want dat wil je natuurlijk niet. Nou, wat je misschien ook kan zien is dat hij ook extra groot ontwikkeld is. Dus je kan hem echt zo lang mogelijk als je zelf zou willen blijven gebruiken. Meestal gebruik je hem ongeveer rond de 6 maandjes, maar je kan hem ook gewoon echt blijven gebruiken, want het kindje groeit er niet zo makkelijk uit, omdat er al rekening mee is gehouden. Nou, op het moment dat je toch zou willen gaan wisselen, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Dan heb je heel makkelijk de reiswieg eraf gehaald en de zitting erop geklikt. Nou, als je dan naar de zitting doorwisselt, dan zie je ook dat je weer diezelfde afwerking hebt als wat op de reiswieg allemaal verwerkt zat. Zoals die mooiere koperen details, de mooie kwaliteit van de stof, het zwarte frame en het bruine handsvat. Waardoor het gewoon ook echt één geheel is en één geheel blijft. Deze zitting kan je gewoon naar je toe en van je af gebruiken. Dat is natuurlijk niet zo heel spectaculair. Maar er zit wel heel veel andere dingen extra aangewerkt. Zo hebben ze ook hier weer over nagedacht dat je hem ook echt lang zou kunnen gebruiken, mocht je dat willen. Dan niet op een gegeven moment het kindje eruit gegroeid is. Het fijne namelijk is dus dat je dit voetensteuntje helemaal kan aanpassen. Zo kan je hem helemaal omhoog kantelen. Maar je kan hem ook naar beneden en helemaal naar beneden laten hangen. Wat verder ook fijn is dat je in het voetenkapje zelf wat omhoog kan duwen. En dit is vooral fijn als het kindje zo meteen echt wel wat langere beentjes heeft gekregen. Dat hij niet op de ijzeren rand met zijn kuiten hangt, maar dat hij lekker op de stof hangt. Dat is natuurlijk gewoon net wel ietsjes comfortabeler. Nou, verder hebben ze ook bij de zitting er weer aangedacht aan alle details en slimme attributen die ook in de reiswieg te vinden is. Zo hebben ze ook hierbij rekening gehouden met de verschillende weersomstandigheden en de verschillende seizoenen die we toch wel vaak hier te zien krijgen natuurlijk. Wat best wel spectaculair is, vind ik persoonlijk, is dat hun een kinderwagen standaard met twee verschillende zonnekappen leveren. Zo heb je gewoon deze zonnekap die ik nu hierop heb zitten, met een doorkijkvenster. In de rits kan je hier zo'n droomdekentje uithalen zoals we ook op de reiswieg hebben gezien. Maar in de zomer is het wel fijn dat je net wat meer ventilatie hebt. En daarvoor hebben ze een extra zonnekap bijgeleverd. Kan je heel simpel omwisselen met de rits eraf te halen en gewoon de zonnekap eraf klikken. En dan klik je de goede die je dan op dat moment wil gebruiken erop. In die zonnekap voor wat meer ventilatie zit er aan de zijkanten dus extra ventilatie aan verwerkt. Je kan hem heel ver naar voren ritsen. En er zit een mosquitonet in verwerkt, zodat je eigenlijk altijd alles bij elkaar hebt. Voor zowel de zon, en als het regent heb je natuurlijk gewoon nog steeds je regenhoes. Verder hebben ze in de zitting ook allerlei aanpassingen gedaan.
Zo hebben ze een heel mooi klein inlegje erin gedaan. Mocht je kindje toch nog wat kleiner zijn, zit hij al wel lekker gebonden in het zitje. En naarmate het kindje gaat groeien, haal je die eruit. Het zitje zelf is uitgerust met een 5-puntsgordel. En deze gordel werkt met magneetjes. Dus daardoor gaat hij super snel en super makkelijk in en uit de beveiliging. Zodat je niet helemaal zit te tobben om het kindje erin en eruit te krijgen. Nou, wat ik al zei, als het dus zometeen lekker weer wordt, kan je deze ook weer helemaal aanpassen. Je kan namelijk de bekleding eruit ritsen. En als je de bekleding eruit ritst, dan blijft er een hele gazen achterkant over in de zitting. Is natuurlijk gewoon wel super fijn, mocht je lekker op vakantie zijn. Of gewoon hier in Nederland en het wordt gewoon super warm. Dan krijgt het kindje gewoon aan de achterkant wel lekker veel ventilatie. Als het weer kouder wordt, rits je weer de bekleding weer terug in. En zit er zelfs eventueel een extra voetenzak bij. Daardoor kan je echt in de zomer en in de winter super comfortabel wandelen met deze wagen. Je kan natuurlijk ook gewoon deze wagen weer in verschillende kantelposities verstellen. En zoals ik net al noemde, is die dus heel makkelijk uit te breiden voor een tweede kindje. Kan natuurlijk voor je eigen tweede kindje zijn, maar misschien ga je wel een keertje wandelen met een nichtje of neefje. Het fijne hieraan is dus gewoon als je hem gaat uitbreiden voor een kindje van 2 verschillende leeftijden, is dat je daar niks extra's voor nodig hebt. Al je spullen die je nodig hebt, die zitten er al gelijk bij en het is zo omgebouwd. Nou, om hem uit te breiden kan je allerlei verschillende posities gebruiken. Ik ga nu even laten zien hoe het eruit ziet als het kindje bovenop zit, die het oudste is, en de jongste onderop. Ik wil namelijk het kindje die het oudste is, dat hij ook lekker om zich heen kan kijken. Dus meestal is dat het fijnst dat die bovenop zit. En het is echt super easy gedaan. Ze leveren namelijk hoogteadapters erbij. Dit is namelijk fijn dat op het moment dat je 2 kindjes erop hebt zitten, dat ze niet zo dicht op elkaar zitten. Dat het kindje die onderop zit, er een beetje onderdoor kan kijken. En niet helemaal klem zit onder zijn broertje, zusje, nichtje, neefje of wie er dan ook bovenop zit. Ik vind het makkelijk om altijd eerst even de reiswieg erop te zetten. Maar in principe is die er ook makkelijk op en af te halen op het moment dat er wel al een kindje bovenop zit. En deze gaat op de adapters. En je kan gaan. Nou, deze wagen is ook echt super easy om in te klappen. Maar je kan hem ook best wel in veel hoogtes verstellen. Zoals je kan zien loopt de duwstang namelijk net ietsjes naar boven. En daardoor is hij ook net wat hoger dan gemiddeld. Super fijn als je natuurlijk zelf ook wat langer bent. Je kan hem natuurlijk ook gewoon naar beneden schuiven. Dus je kan hem gewoon aanpassen op iedereen die hem fijn vindt. Op het moment dat je hem gaat inklappen wil je natuurlijk dat hij zo compact mogelijk is. Dus schuif je duwstang altijd volledig naar beneden. Kan ook gewoon op iedere hoogte, kan die gewoon ingeklapt worden. Maar dan wordt je wagen ook net ietsjes groter. Door middel van deze vierkante knoppen ga je de duwstang verstellen. En dan gebruik je deze knopjes om naar je toe te halen om hem in te klappen. Je kan hem gewoon zo laten staan of je kan hem natuurlijk plat neerleggen. Ook bij deze kunnen alle wielen er eventueel vanaf, mocht dat fijn zijn in de auto. Als de wielen naar binnen zijn, is dit je pakketje wat je in de auto kwijt moet. Nou, ik heb nu eigenlijk alle ins en outs over deze kinderwagen verteld en laten zien. Mocht je het nou interessant vinden of je hebt toch nog een paar kleine vragen, kom dan langs in onze winkel. Kan je hem ook in het echt ervaren, maar er zijn ook heel veel verschillende kleuren van dit model. En nog verschillende modellen natuurlijk. Mocht je zulke soort dingen nou überhaupt leuk vinden om te kijken, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Leuk dat jullie gekeken hebben.